Ja, beste luisteraars, we zijn vandaag, of vanavond in elk geval, in de stemming om te peilen hoe mensen denken over de excuses die gisteren inmiddels, de 19e, zijn aangeboden door de premier van Nederland, Mark Rutte. Aan de telefoon heb ik mevrouw Patty Gomes. Mevrouw Gomes, goedenavond. Goedenavond allemaal. Ja, ik heb het net gehad met een aantal mensen. Ik heb ook Owen zijn mening gevraagd over wat hij eigenlijk vond van die toespraak van de premier, de excuses die aangeboden zijn. Wat vond jij van die toespraak? Ja, ik vond er heel veel van. In de allereerste plaats vond ik het een perfecte tekst. Daar stond, wat iedereen ook zegt, daar stond alles in over het verleden en de doorwerking van het heden stond erin. En hij heeft ook wel eventjes maar de inheemsen erbij aangekaart, maar hij niet betrokken in die excuses, maar hij heeft ze wel genoemd. Dus daar valt ook nog wat van te zeggen voor de toekomst. Maar ik vond het een hele perfecte speech en ik vond ook, ik zag op zijn gezicht op een bepaald moment, zag ik ook een emotie. En dat heeft mij eigenlijk over die drempel heen getrokken. Dat ik zeg, hé, het lijkt wel alsof Rutte dat ook meent. Tezamen met die perfecte tekst was ik om. Toen dacht ik van, nou, 19 december, we hebben er een nieuwe feestdag erbij gekregen. Dus daar heb ik me nu overheen gezet. En ook omdat twee andere dingen die ik erg vond, dat kolonialisme erbij zou worden getrokken. Dat heeft hij niet gedaan. Daar ben ik heel erg blij om. En eigenlijk vind ik die setting die hij heeft gekozen, vond ik ook goed. Want zo werd het niet een excuus aan de Surinaamse regering of aan de regeringen, waar ik bang voor was. Maar het was een excuus aan de mensen en hun voorouders. En ik vond het echt heel, heel erg goed. En we hebben nu een document waar zwart op wit staat wat het beleid moet worden. Dus dat kunnen we anytime gaan gebruiken nu in de toekomst om gewoon dat herstel in te vullen. Dus dat gaat nu komen allemaal. En hij heeft ons een ijzersterk juridisch, volgens mij is het ook een argument, is het ook een document dat we juridisch kunnen gaan inzetten. En wat me ook was opgevallen, Rutte en zijn regering, die lopen meestal achteraan de dingen, hè, die hobbelen overal achteraan. En nu waren zij eigenlijk in de voorhoede, want meer dan de helft van de witte Nederlanders zag niks in de excuus. En toch hebben ze dat doorgezet. Dus eigenlijk moeten we dat ook in onze overwegingen meenemen, om dit toch als iets heel positiefs te zien. Ik ben in ieder geval blij. Maar denk je dat je geeft het zelf aan, de meeste Nederlanders die waren eigenlijk tegen het excuus. Maar denk je dat hetzelfde gebleven is of dat ze dan heel heimelijk zullen denken van ja, het is toch maar goed dat hij het gedaan heeft? Ik zou het niet weten. Dat gaat de komende tijd ons brengen. En ik moet wel denken aan zo'n 20, 22 jaar geleden toen we allemaal ijverden voor dat nationale monument en zo, weet je wel, met Beryl Beekman en al die oude mensen van vroeger. Owen zat er ook bij. We hebben een nationaal monument gekregen, we hebben nationale herdenking gekregen, we hebben het Lindsay gekregen en we hebben onderwijs en onderzoek gekregen over de slavernij. Al die dingen die we eisten hadden we gekregen, behalve excuses. En wat gebeurde er? Al die dingen zijn weer teruggedraaid. De herdenking is iets van Blakama alleen. Nintze is gekortwiekt, is vleugellam gemaakt door deze premier ook. Dat is echt een instituut dat niks meer voorstelt. En het onderzoek, slavernijonderzoek, dat wordt allemaal gedaan door witte mensen. Weet je, wij bungelen er een beetje aan en achteraan. Dus ze hebben het wel allemaal of teruggedraaid en afgepakt van ons. Dus dat in het achterhoofd moeten we houden. Van het is er voor je nu, het gaat beter gaan. Maar we moeten opletten dat alles wat er nu gaat gebeuren, dat er krachten zullen zijn die gaan werken om het terug te draaien of om er zelf toch weer beter van te worden, zodat wij
toch met een lege handen achterblijven. Daar moeten we voor waken. Maar nu hebben we een document. Oh ja, dat wil ik vragen. Is dit dan een alibi, om het maar zo te zeggen, om ervoor te zorgen dat wij de dingen die we kwijtgeraakt zijn terugkrijgen en misschien in een betere vorm? Ja, en niet zozeer alleen niet terugkrijgen. Racisme moet gewoon vernietigd worden, weet je. Kapitalistisch systeem moet vernietigd worden. Dat zal nu wel niet gauw gebeuren en niet in Nederland alleen. Maar alles wat we willen bereiken, dat herstel, dat moet gaan komen voor ons hier in Nederland en voor onze herkomstlanden, dat kunnen we allemaal gebruiken om te zeggen, de regering heeft dit beloofd en het ging om een misdaad tegen de menselijkheid. Het is een erkend misdaad waar excuses voor is gemaakt, waar beterschap is beloofd, herstel is beloofd. Nou, dan kunnen we zo mee naar de rechter stappen iedere keer als het niet gaat zoals wij willen. Dat denk ik. Ja. Kan ik zeggen, als ik jou zo hoor, dat je eigenlijk 180 graden bent omgedraaid en toch tevreden bent over datgene dat Rutte verteld heeft? Ik ben persoonlijk heel positief en ik ben echt stupefait. Ik was totaal verbaasd. Ik vond het ook heel waardig. Ik was ook geëmotioneerd geraakt, moet ik zeggen. Ik dacht aan onze voorouders, als die konden weten dat we honderden jaren later dat er excuses gemaakt zouden worden en dat wij dat hebben afgedwongen. He, wij hebben dat afgedwongen, want zij zijn niet zelf op het idee gekomen. Ze hadden geen conscience van vorm komen komen op het idee. Nee, wij hebben daar steeds aan gewerkt, ieder op onze eigen manier. Weet je, soms georganiseerd, soms individueel. Maar wij hebben dat voor elkaar gekregen, dat ze dat hebben ingezien. Nou, ik denk dat onze voorouders nu wel, waar ze ook mogen zijn, dat ze echt wel tevreden zullen zijn en blij zullen zijn. Ja, ik heb wel een goed gevoel. Ja. Met dus die comma ook, die comma van. Niet alleen, mijn dochter die zegt van eerst zien dan geloven, maar ik heb dat toch een beetje losgelaten vandaag, heb ik gemerkt, dat wantrouwen. Oké, dus het wantrouwen is omgeslagen in vertrouwen. En hoe zie je 1 juli op je afkomen, op ons afkomen? Denk je dat er het een en ander zal veranderen? Ik denk dat nu onze witte broeders en zusters zullen zien, net zoals het met het Zwarte Piet gebeuren is geweest, dat als ze gewoon niet veranderen, dat ze er gewoon moreel niet oké zijn. Ze gaan het nu beter inzien, want je weet, onze witte broeders en zusters nemen alleen iets aan als het van hun eigen wit man komt. Hè? En nu hebben ze het van hun eigen wit man gehoord, dus denk ik dat het beter zal gaan, ja. En je weet, Nederlanders willen altijd gidsland zijn. Die willen altijd met het opgeheven vingertje. Dus ik denk dat ze zien nu dat ze een nieuwe identiteit kunnen krijgen als rechtvaardige, eerlijke mensen, weet je. Die weg is nu opengemaakt, is vrijgemaakt. En ik denk dat ze dat gaan aangrijpen. Want er zijn ook al een groot aantal witte mensen die achter ons staan, die altijd onze medestanders zijn geweest. En die gaan ook mee helpen. Ik denk dat dat wel beter gaat worden. En die praktische invulling, daar moeten wij aan blijven werken. Ja, dat is zo. Maar op SBS 6 is er nog steeds een grijze snorrebaard die probeert alles met betrekking tot die excuses onderuit te halen. Ik luister, die Derksen bedoel je? Nou, ja. Daar schenk ik geen enkele aandacht aan. Daar ga ik niks over zeggen. Dat is niks voor mij. Net als de Piet Emmers van deze wereld. Niks. Oké. Daar steed ik geen aandacht aan. Groot gelijk heb je. Bedankt in elk geval voor je reactie op datgene wat meneer Rutte verteld heeft. Als je nog iets daaraan toe te voegen hebt wat ik niet gevraagd heb, kun je dat nu nog even doen. Nou, ik wil zeggen, mensen, laten we elkaar feliciteren met deze heugelijke dag. En wij gaan er net zo hard als we nu hebben gevochten om dit voor elkaar te krijgen, gaan we zorgen dat alles wat er achter die comma gaat, ook goed gaat. Oké. Okay. Betty, dankjewel. Heel hartelijk dank en een fijne avond verder. Ja, jij ook bedankt en jullie allemaal een hele fijne tijd en gelukkige feestdagen. Dankjewel. Okay. Zelfde. Bye-bye.